voor wakker zijn en die mythe doorbreken, dat het dus geen genetische modificatie is. Hoi, ik ben Steven Sangre en ik zou jullie op 5 minuutjes tijd 5 termen, 5 woorden voor de voeten willen smijten en zien of dat, wat dat je daar bij denkt. Het eerste woordje, en dat heeft eigenlijk aansluiting met dat funken dat we wilden tonen, de enorm vlotte manier waarop dat een Europarlementariër eigenlijk de genetische modificatie in haar nieuwste vorm verdedigt als zijnde een zegen voor de mensheid, een zegen voor de natuur. Dus het eerste woordje is greenwash, groenwassing. Dat is iets waar dat mensen binnen de klimaatbeweging zich maar al te goed van bewust zijn, meer en meer politici ook. Laten we een koe noemen vanuit de industrie, vanuit het Vlaams Instituut Biotechnologie, vanuit de Vlaamse regering vertrekt er heel veel nieuwspraak, heel veel spin. Laten we het ook af en toe maar eens gewoon leugens noemen. Ja? Er wordt gelogen dat het geen naam heeft, ten koste van de natuur, ten koste van de toekomst, van onszelf, van onze kinderen. En dat is eigenlijk een emotie die bij mij in ieder geval en bij heel wat mensen, ook van in de Field Liberation Movement, heel sterk leeft. Wij zijn boos. Wij zijn boos om die leugens. Wij zijn boos om de kritiekloze aanvaarding van die leugens door een groot deel van de pers. Heel vaak is dat een aanvaarding uit gemakzucht. Dat is niet een aanvaarding omdat men weet dat het leugens is. Het is een aanvaarding omdat die leugen als boter binnenglijdt in onze levensstijl. Dat eigenlijk de fijnste analyse is dat we kunnen aanvaarden. Als we geloven dat bedrijven inderdaad het alleen maar goed menen, als we geloven dat GGO's de honger uit de wereld gaan helpen, pesticiden verboden maken, dat is dan een zeer leuk verhaal dat we maar al te graag geloven en die ook maakt dat we eigenlijk tegelijkertijd niet te veel ons zorgen moeten maken over de noodzaak voor verandering aan onze levensstijl, waar dan we ons toch zo graag aan wentelen uiteindelijk. Wij leven in een tijdperk, in een samenleving, waar dat we in de supermarkt ons eigenlijk alles kunnen permitteren bijna. Het is ongelooflijk hoeveel welvaart dat we hebben, hoeveel keuzemogelijkheden dat we hebben. En tot spijt van wie het benijdt, dat tijdperk is bijna voorbij. Dat is bijna voorbij, dat moeten we allemaal beseffen. De status quo waarin we de laatste 30, 40 jaar geleefd hebben, de illusie dat de pensioenzekerheid van onze ouders tot onze kinderen en achterkleinkinderen zou verder gaan, de illusie dat alles zo mooi zou blijven, dat getuigt nu van heel veel negatief idealisme natuurlijk. Greenwash. Laten we heel, heel bewust zijn van greenwash en ook snappen waarom dat de industrie daar zoveel in staat. Het tweede woordje dat ik jullie voor de voeten gooi, is peak oil. Iemand een idee wat peak oil wil zeggen? Peak oil is inderdaad het moment waarin dat er niet meer voldoende olie kan opgepompt worden om aan de stijgende of zelfs stabiliserende vraag te voldoen. Dus wat krijgen we? We krijgen eigenlijk inderdaad de olieprijzen die gaan maar blijven stijgen. We gaan meer en meer diepzeeboringen doen. Tar sands, er moet meer oorlog gevoerd worden, want de olie raakt langzaam op. Waarom olie, wat heeft dat nu te maken met GGO's? Heel, heel veel. Het is namelijk zo dat onze moderne voedselvoorziening, onze moderne landbouw, is helemaal gebaseerd op olieafhankelijkheid. Wij hebben olie nodig om onze machines draaiende te houden. Wij hebben olie nodig voor onze pesticiden. En wij hebben olie nodig voor onze kunstmest. Heel weinig mensen beseffen dat zonder olie er geen kunstmest is. En zonder kunstmest kun je op deze manier niet verder doen. Dus we komen meer en meer eigenlijk in een heel, heel precaire situatie op langere termijn. De bodemvruchtbaarheid gaat naar beneden. En daar zie je dat GGO's eigenlijk helemaal inspelen op dat verhaal, die mythe van de eeuwigdurende olieaanvoer, die er dus niet in is. Dus peak oil, inderdaad, ik hoor daar transition towns, binnen de transitiegedachte, speelt men daar zeer veel op in. Het derde woordje, duurzaamheid. Ik hoor dat heel graag mensen van de industrie mee rondstrooien. Duurzaamheid, wat is dat? Als je dat vraagt, dan gaan die heel vaak zeggen, ah ja, maar dat is PPP, hè? Dat is een beetje people en dat is een beetje planet en dat is vooral heel veel profit. Nee, duurzaamheid is en zou moeten blijven
de kerngedachte dat wij aan onze kinderen evenveel kansen en evenveel resources, grondstoffen overlaten als dat wij kunnen gebruiken. Heel, heel, heel belangrijk. Als ik onze geachte minister van Landbouw deze week hoor verklaren, heel trots, in het kader van ontwikkelingshulp in Mozambique. Er is een Gents bedrijf die heel trots is dat ze Mozambique gaan civiliseren door daar eigenlijk tienduizenden hectares, waarschijnlijk nog natuurgebied, gaan ze veranderen in Jatropha-plantages, biobrandstoffen, innovatieve economie en liefst nog met GGO's. Laten we niet vergeten, GGO's in Gent, dat is niet alleen de patatten, dat is ook de povenieren. Het mooie, prachtige verhaal van de biobrandstoffen. Voilà. Maar landgrab, dat zegt u ook waarschijnlijk wel iets. Laten we ons daar maar eens lekker boos om maken, potverdorie. Dit is geen toekomst. We moeten keuzes maken. En dan komt erop neer welke keuzes. En dat is ook nog een vierde woordje dan. Radicale keuzes. Radicale keuzes. Radicaal wil eigenlijk gewoon zeggen terug naar de wortels. De wortels van het probleem aanpakken. Dat is radicaal. Radicaal staat niet gelijk aan barbarij. Staat niet gelijk aan hooliganisme of gratuit geweld. Dat staat in een analyse waarin dat we de wortels van de problemen aanpakken. Als we kijken naar het klimaatprobleem, naar het voedselprobleem, naar heel veel problemen, dan zijn GGO's enkel en alleen korte termijn symptoombestrijding. We moeten durven radicaal de zaken aanpakken. En dan zie je heel veel mensen met glazige ogen kijken, potverdorie, jammer ja. Die man van de industrie, die hebben zo'n mooi verhaal. En wat kunnen wij daar tegenover staan? Waar is ons verhaal gebleven? De tijd van de Stalinistische dromen, dat is gelukkig al een tijdje achter ons voorbij. Maar waar naartoe? Waar naartoe? Waar is het grote verhaal? We zien door de weinige bomen die er nog staan, het bos niet meer. En dan kan ik alleen maar eigenlijk mijn enthousiasme proberen te delen met jullie. Ik ben nog maar een paar dagen terug van Krems, een stadje in Oostenrijk. Waar dat voor de allereerste maal de Europese conferentie rond voedselsoevereiniteit doorging. Er zijn honderden mensen, dat is dus mijn vijfde woord, onthoud dat goed, voedselsoevereiniteit. Dat is eigenlijk al een term die jaren opgang maakt in grote delen van de derde wereld. Soevereiniteit alimentaire, zelfs soevereiniteit alimentaria. Dat is heel vaak net het politieke antwoord, de kapstok, van heel veel mensen, politici, boeren, NGO's in de derde wereld, om een halt toe te roepen aan de natte droom van mensen als onze minister van Landbouw, met zijn grootste dromen van monoculturen, van GGO's, van pesticiden. Voedselsoevereiniteit staat voor eigenlijk een groter verhaal die wel degelijk een oplossing kan bieden, een radicale oplossing kan bieden voor heel veel van de problemen die we kennen. Ik ga die hier niet helemaal uit de doeken doen, maar het gaat om lokalere productie. Het gaat om een echte democratische landbouw. Een landbouw waar dan niet tegen de natuur wordt gewerkt, maar met de natuur. Een landbouw waar dat er veel plaats is voor boeren. Laten we niet vergeten, het grootste deel van de honger in de wereld zijn boeren op het platteland op dit moment. Voedselsoevereiniteit. Spring op die boot, zou ik zeggen. Het komt eraan, het passeert, het zal meer en meer mensen enthousiasmeren. Het is al zover. Ik denk dat ook groen niet achter kan blijven in die boodschap. Het is een hele radicale, en zeg ook maar een beetje anticapitalistische boodschap. Om af te ronden. Allemaal grote termen, allemaal grote ideeën, grote dromerijen. Maar wat te doen hier en nu? Wij zijn met heel veel mensen aan het paddelen natuurlijk. Na onze actie heeft heel veel losgemaakt. We hebben eigenlijk altijd opengestaan voor heel veel gesprekken in de politieke wereld, in de NGO-wereld. Omdat er natuurlijk geen wij-zij is, er is een ons en een ons die samen probeert die duurzame samenleving uiteindelijk mogelijk te maken. Korte, duidelijke stappen. Een groep mensen is aan het voorbereiden om Oost-Vlaanderen proberen een referendum te krijgen in Oost-Vlaanderen voor een GGO-vrije zone in Oost-Vlaanderen. Wat wil dat zeggen? Er zullen petities rondgaan. We hebben heel veel mensen nodig die in hun gemeenten rondgaan met petities. Dat verhaal vertellen over waarom dat GGO's geen oplossing zijn. Mensen via de opstap van GGO's eigenlijk ook een beetje duidelijker maken waarom dat soms beter is om bij een lokale boer
de melk te kopen dan bij de cowherd, bijvoorbeeld. Om eigenlijk dat verhaal langzaam maar zeker te schetsen van een daadwerkelijke transitie. GGO-vrij Oost-Vlaanderen, eerste punt. Tweede punt. Er zijn mensen bij wie het begint te kriebelen om alsnog het aardappelveld in Wetteren juridisch te vernietigen. Dus eigenlijk de annulatie aan te vragen. Waarom? Er is heel veel nieuwe informatie naar boven gekomen. Het is niet op een democratische manier tot stand gekomen. Er zit heel wat belangenvermenging in de Bioveiligheidsraad, de instanties die het eigenlijk goedgekeurd hebben. Er is op foute informatie eigenlijk gestemd in dit en dat. En het is ook helemaal geen wetenschappelijk proefveld, laten we daar duidelijk over zijn. Alhoewel dat de krant van volgende week een heel ander verhaal nog altijd zo vertaald. Dus tweede, annulatie van het proefveld. De pataten worden herplant volgend jaar. Dus dat loopt toch nog tot eind oktober 2012. Alsjeblieft, kent je advocaten, kent je mensen die zijn mee er al in opsmijten. Wij gaan dat veld juridisch vernietigen. Het derde, en ik denk dat dat een heel belangrijk appel is voor iedereen, en ook zeker voor de mensen van Groen, binnen allerlei politieke niveaus, dat is eigenlijk om tegenover heel die greenwash en heel dat lobbywerk, wat kunt u daar tegenover staan als simpele mens of simpele politicus? Je kunt daar eigenlijk de waarheid tegenover staan. Want de grote Achilleshiel van heel die lobbymachine en die miljardenindustrie, dat is de waarheid. Op het moment dat je transparantie eist rond een aantal zaken, dan maakt je hen heel kwetsbaar. Maar dan is het wel kwestie van die transparantie te eisen en op diezelfde nagel te blijven kloppen. Bijvoorbeeld, hoe zit het met die aardappelen waarvan dan volgende week de kranten de loftrompetten zullen zwaaien? Het grootste deel van deze aardappelen is reeds gepatenteerd door BASF via de genen. Het zijn geen aardappelen voor de kleine boeren, dat is een leugen. Ja? Het zijn aardappelen die niet in een geheel, maar via een aantal genen al opgekocht zijn door toevallig de grootste pesticidefabrikant ter wereld en zeg ook maar gerust een kankerfabriek. Ja? Een kankerfabriek met een heel, heel zwart verleden. Hoe zit het met BASF en tech transfer, om een mooi woordje te noemen, en de technologietransfer van wetenschappelijk onderzoek van Gentse wetenschappers naar BASF. Het gebruik van publiek geld, publiek onderzoek naar de privébelangen van firma's waarvan we allemaal weten dat zij eigenlijk een psychopathisch profiel hebben in die zin dat algemeen belang en duurzaamheid hen wel worst zal wezen. En zo zijn er heel veel vragen, maar ik denk dat Dries er wel beter kent en Dirk ook. Dus die transparantie, daar zou ik zeggen, dat is ook al iets heel belangrijks. Voilà, dus vijf woordjes om op te studeren. Hè? Greenwash, peak oil, echte duurzaamheid, radicaliteit en voedselsoevereiniteit. Dankjewel.